3 is de dag van Groesbeek en de dag van de Zeven Heuvelenweg. Maar het is ook de dag van een plek waar niemand het over heeft. Van Ottersum. Hoort u het goed? Ottersum. Een vergeten plek van de Vierdaagse. Nou, daar gaan we nu verandering in brengen. Welkom in Ottersum. Geen vraag van. Gedraag je wel eens in de camera's in. Het is de laatste nachtrit voor de donderdag. Nou, we zijn al op weg naar, naar Graven toe. Wakker de feest. Soms hangt er een hele mist van alcohol. En dan trekt dat die bus uit. Net even tijd om het schoon te maken voor de wandelaars komen, Roland. Ja. Ik vind als je dan je bed uitkomt en je zit er gelijk al in de stank. Dan heb ik echt zoiets van, nee, is niet leuk. Morgen, jongens. Is goed? Ja. En goed gelopen gisteren? Het contrast is wel groot, hè? Eerst de stappers en dan de wandelaars. Ja, dat is een heel groot contrast. De ene die, ja, die zijn toch wel onder invloed van. En dan trekt dat die bus uit. En dan komen de wandelaars met de tijgerbalsem komen binnen. Lekker fris gewassen. Ik heb altijd op het moment dat, dat ik de vereniging nader, laat ik altijd het Vierdaagse lied horen. Of ze het leuk vinden, weet ik niet, maar ik wel. Komt-ie, hè? Dag 3 is begonnen. De stoet sleept zich weer door Nijmegen heen. We gaan aansluiten in de rij. Probeer bij elkaar te blijven. Ze hebben een lichtverstandelijke beperking en ze kunnen meestal niet zelfstandig door deze drukte lopen. En, ja, ze kunnen de weg kwijtraken of ze raken in de stress door de drukte. En als er dan niemand is waar ze op terug kunnen vallen, ja, dan hebben ze natuurlijk een probleem. Dus vandaar dat we die buddies erbij hebben kunnen vinden. En is er gewoon één op één, 1-op-2 begeleiding. Hand in hand. Kameraden, hand in hand. Voor Ajax 1. Dat vind je een beetje gezellig. Jawel, de feestmorgen op al die dronken mensen zoals het morgen is. Dat heeft wel wat, hè?
Gewoon doorlopen, verstand op nul, dat is ons ook ons motto. En hoe vind je het nu om hier zo te lopen? Leuk. Wat vind je daar zo leuk aan? Tot aan die finish komen. Ga je dat lukken? Ja, denk ik wel. En gewoon knallen. Kun je de weg alleen niet vinden dan, Wessy? Dat zou eventueel wel kunnen, maar iemand bij jou, dat is toch veel fijner. En wat vertel je elkaar dan allemaal zoal? Kippetjes. Kippetjes. Wat is dat? Moet je nog een stukje kip vangen. Kom je die onderweg tegen dan? Ja. En probeer... Wat ga je ermee doen dan? Vanavond op de barbecue. Ja. Het is een heel andere persoon geworden. Ik heb het idee dat hij overdag gewoon in één cocon zit. En nu met wandelen, dan komen die vrij. En dan krijg je zin van alles. Dan worden het hele andere mensen. Daar word je emotioneel van. Als je ziet hoe die mensen reageren. Echt wel. De eerste 9 keren liep ik met, zeg maar, met mijn vingers en mijn neus. En dit keer is gewoon heel zwaar voor mij eigenlijk. Om de 5 kilometer moet ik stoppen. En dergelijke, omdat ik 5 weken geleden een zware operatie heb gehad aan mijn darmen. En daar heb ik een iliastoma aan overgehouden. Maar 40 kilometer en dan na zo'n heftige operatie? Ja, iedereen verklaart me voor gek. Het is zo'n overwinning dat ik hier mag lopen. Want de eerste dag denk ik van, oh, dat ga ik nooit redden. En gisteren, tussen aanhalingstekens, met 2 vingers in de neus. En... Ja, wat is het dan als je dan gisteren over de finish komt? Want... Ja, een dubbel gevoel van yes, zien we, kan het wel. En zien we, de eerste dag was gewoon even een inkomentje. En ik weet natuurlijk niet wat deze 2 dagen doen. Nou, moet het goed hoor. Dat durf ik absoluut niet te zeggen. Maar wel eens even een traantje wegvinden. Ja, absoluut. Ja. En het zal zeker op de finish morgen zeker gebeuren. Dat is een ultieme overwinning. Meer dan 40.000 wandelaars hier op de route. Je hebt altijd mensen die geen vrienden hebben. Of die niet met die vrienden willen lopen. Vandaag ga ik op zoek naar mensen die helemaal alleen lopen. Ik ga even op uw hoogte lopen. Loopt u helemaal alleen? Ja, altijd. Want de anderen lopen te vlug. En dan ben ik niet in mijn tempo, hè? Maar u gaat maar door, anders komt u niet op tijd binnen natuurlijk. Juist omdat ik steeds langzamer word. Maar u haalt het wel. Ja. Is het niet eenzaam zo, met van die korte beentjes? Nee hoor, ik ben nooit alleen. Nee, nou ben iedereen ik iedereen komt naar me toe. Ja. Is het gezellig onderweg? Oh, dat is zo leuk. Veel plezier. Dan wens ik u veel sterkte onderweg. En ik krijg nu al kramp in de onderste rugdelen. En mijn armen slingeren over de grond. Dus, Nou, jullie zijn allemaal schatten. U ook. Ja, dag, allemaal. Dag. Eerlijk waar, ze zijn zo lief, hè. Doe. Hey, tot het ontbijt weer. Of het diner, hè. Gezellig. Nee, ik ben helemaal moedeloos alleen. Waarom heb je besloten om alleen te gaan lopen? Nou, eigenlijk hoopte ik dat er wel iemand mee ging lopen. Want heel veel mensen zeiden van, ja, is een goed idee. Ja. Maar uiteindelijk bleef ik in mijn eentje over. Hi. Hi. Ik zag je helemaal alleen lopen. Ja, klopt. Loop je ook alleen? Ik loop niet alleen. Maar ik heb 2 vriendjes en vriendinnetjes die met me mee willen lopen. Maar dus loop je eigenlijk alleen? Ja, kijk hier om je heen. Ja. Het zijn ontzettend veel mensen. En ze slepen je wel echt doorheen. Iedereen zegt het, maar het is ook echt zo. I got hope, I got dreams. Everything is real to me. I'm right there where I wanna be. Ja, ik loop alleen. En waarom is dat? Omdat de andere 40 moeten lopen. Ja. Ik loop 30 om op de eerste plaats omdat ik niet meer kan. Ja. Ik ben hartpatiënt. En in februari kon ik nog net 100 meter lopen, dan was ik moe. Toen lag ik nog op de IC. Maar ik kreeg de uitnodiging om weer in te schrijven. Nou, dat heeft een week liggen kriebelen. Ja. En toen dacht ik, schrijf me in, ik zie wel. Je kunt achter de geraniums zitten. Ik loop liever achter de gladiola aan. Maar dat klinkt wel gevaarlijk. Moet je dan niet juist met iemand samenlopen? Dus ik heb mijn spray in mijn broek. Ja. Een SOS-ding. Ja. En een briefje van, ga alsjeblieft door met de Vierdaagse. Dan komen we bij een kruispunt. Ja. Moet toch even stoppen.
is een mooi punt om afscheid te nemen. Ik gedachten zeggen. Gedachten zeggen. Afscheid doen we later. Tot ziens, hè? Tot ziens. Oh, okay. Dat is mooi. Dankjewel. Dag, succes. Hoi. Hoi, loop ze. De gladiolen bij Malden wuiven de wandelaars tegemoet. Ik ben Huub Hokkers. En toen ik, weet ik nog, toen ik op de lagere school zat in Druten, toen stonden, kwam de 55 kilometer door Druten heen. En toen mocht je met de hele klas mocht je gaan staan kijken. En toen stond ik op een gegeven moment, jaren later, stond ik met een buurjongen stond ik, zo te kijken. Toen zei ik zo van, Thijs, zullen we volgend jaar ook eens gaan? Toen heb ik hem 10 keer gelopen, Gouden Kruis. En toen heb ik gezegd van, nou, het is mooi geweest. Een jaar gestopt. Maar wat doe je dan? Dan ga je kijken in Nijmegen. Dat moet je natuurlijk nooit doen, hè? Dan moet je er niks van zien. Dus het jaar erop, weer begonnen. Doorgegaan tot de 25, toen heb ik gezegd, nou is het helemaal, nou is mooi geweest. Weer een jaar overgeslagen en weer begonnen. Nou, toen doorgegaan tot vijf jaar geleden, toen ze de eerste dag afgelast hebben. Dat zijn de enige drie die ik mis. Dit jaar mijn 60ste. Voor volgende maand 85. Ik heb 15 keer Nijmegen-Rotterdam gelopen. Amsterdam-Leeuwarden. Maastricht-Brussel. Te voet naar Rome geweest, 2200 kilometer. Continental Centurion ben ik, ja. Dat is 100 mijl binnen 24 uur. 160 kilometer? 160 kilometer, ja, dat is 100 mijl. Dat heb ik eerst hier in Nederland gedaan om te proberen. En toen dat gelukt is, toen ben ik 5 keer naar Engeland geweest. Ja, dat is in Engeland nog wel wat. Dan ben je een wandelaar, zeggen ze dan. En ik heb afgelopen 31 oktober vorig jaar heb ik de marathon in Athene gelopen. Maar dat had ik niet moeten doen. Dan ben ik 10 keer dood gegaan onderweg, geloof ik. Wel, dit is wel mijn laatste vierdaagse. Ik denk misschien dat ik volgend jaar bij Leven en Welzijn dat ik naar Apeldoorn ga 4x20. Doet het niet pijn, elke stap die je dichter bij Nijmegen komt? Ik denk het wel. Maar dat moet ik ervaren. Daarom zeggen mijn kinderen ook, pa, als jij zo blijft, dan loop je volgend jaar de 61 ook nog een keer, hoor. Maar ja, dan heb je weer van de 61, dan wil ik ook weer naar de 65e. Ja, dat is gewoon verslaving. Verslaving. Maar ik vind het een gezonde verslaving. Zie daar, de poort van Limburg. Op naar Molenhoek. Achter de schermen bij Marcel en Kees. Marcel, hoe belangrijk zijn jullie? Nou, belangrijk, wij wegen de bepakkingen van de militairen. Dat is gewoon een onderdeel. En dat doen we al 5 jaar samen en we zijn er erg goed in geworden. Good morning, gentlemen. Can you stop over there? You get a weight control. Yeah. In the morning. Zo, wat heb jij bij je? Wil je het weten? Jazeker. Minimaal 10 kilo, hoop ik. Anders wordt een militair uit de Vierdaagse gehaald. 16,5. Marcel en Kees zijn het eerste en enige officiële Vierdaagse weegteam. Hoe meer erin zit, of als er gewoon in ieder geval 10 in zit, dat vind ik alleen maar geweldig. We zitten niet op te wachten om mensen uit de Vierdaagse te halen, helemaal niet. Ik vind juist teleurstelling als iemand minder dan 10 bij zich heeft. Oh, when it hurts, it's okay. Pijn is fijn, maar waarom minimaal 10 kilo? Het is natuurlijk wel zo dat militairen lopen 40, terwijl ze 50 moeten. En die 10 kilo is dat, ja, dat is eigenlijk de compensatie daarvan. Hey, hey, rock and roll! Als ervaren weger kent Marcel zijn Pappenheimers. Als je veel kilogram op je rug hebt, dan wil men wel eens neigen om zo te gaan lopen. En als mensen zo helemaal fris en fruitig lopen, dan zou je kunnen vermoeden dat er wel erg weinig in de rugzak zit. Maar, aan wegen hoef je maar weinig woorden vuil te maken. Het maakt bij beide partijen een oergevoel los. I say it's 14. Boom, 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 boom. Boom, boom. 13. Very good. Militairen gedragen zich op de Vierdaagse als voorbeeldige burgers die zich keurig aan de regels houden. Ik doe het al 10 jaar. In die 10 jaar hebben we misschien in totaal 4 personen eruit gehaald. Good morning, sir. Can you stop over there? You got a weight control. Oké, ze doen hun werk goed. Maar bluffers zijn het ook wel een beetje. Ik denk als je hier 10 rugzakken op een rij zet, waarvan er 2 onder de 10 kilo zitten, dat ik ze eruit haal, hoor. Aan het eind van de Vierdaagse zijn we bijna tot 100 gram nauwkeurig gewoon met onze handen. Terwijl ik met deze militair praat, probeert Marcel achter mijn rug een smerig spelletje te spelen.
Dan ga ik hem eerst stiekem wegen, dan kan ik hem in één keer goed schatten. Hè? Even die tv voor de gek houden. Maar hij weet niet dat ik hem hoor op mijn koptelefoon. 13,7. Okay, dan weet hij nergens om, dan kom ik even hierheen. Ik voel in ieder geval meteen dat hij een stuk zwaarder is. Ik zat net op. Dus ik zou toch in ieder geval zeggen 13,5, 13,6. Doe ik het voor. Ben ik wel trots op mezelf. Ja, ja. Oplichter, ik weet genoeg. Ondanks deze ene slechte beurt zijn de heren heel betrouwbaar. Dit is helemaal volgens de norm digitaal afgesteld, hebben we ons laten vertellen. Je moet even wel oppassen dat de knopjes ze drukt. Want gisteren dacht ik iemand te wegen en toen kwam ik erachter dat het 25 graden Celsius was. Ah, toch een beetje jammer. Ja, keurige 11,6. Heel keurig. De Mokerheide over. De 40 en 50 kilometer wandelaars splitsen zich af bij Middelaar. Voor een beetje vuurwerk in hun leven. Langs Plasmolen. De stoet stampt verder door over de scherven van het potterbakkersdorp Wilsbeek. De vijftigers spannen hun kuiten voor het kleine Ottersum. Ottersum! Weet je waar je bent op dit moment? Ik zal het niet weten. Kan je niet even regelen dat ze hier in het dorp überhaupt internet hebben? Staan we vanaf Milsbeek niks te twitteren. Grüß Gott. Wissen Sie, wo Sie sind am Moment? Ja, in Holland. Je weet niet waar je bent, hè? Nee, ik ben helemaal kwijt. Ottersum. Ottersum. Zeg het nog eens. Ottersum. Ottersum. En daar is het. Go, go, go. Jouw band, ja. Bij jouw café, het Ottertje, in Ottersum. Maar ze spelen wel een beetje triesterig. Ja, maar dat komt ook een beetje door het gemeentebestuur. Hè? Die hebben ons dit jaar in de steek gelaten. Wat hebben ze gedaan dan? Die zijn in Wilsbeek gegaan. Met de hele gemeente? Ja. Hoezo? Ja, ze hebben na 45 jaar wat gezien, dacht ik. Want Ottersum kent sowieso niemand. Nee. Het is echt het vergeten stukje Vierdaagse. Ja, wij zijn het nou op het kaart aan het brengen en hun gaan weg. Ja, want tot vorig jaar stond de burgemeester hier gewoon handjes te geven. Maar die doet dat tegenwoordig in Milsbeek. Heb je nog een leuke aanbieding? Ja, ze krijgen vandaag koffie. Gratis gewoon? Ja, de politie. Oké. En de mensen die hier werken, die krijgen van mij alles gratis. En de wandelaars dan? Die krijgen ook veel van niks. Nou kijk, dus eigenlijk is dit de place to be, hè? Ja. Wat zou je dan voor volgend jaar willen zeggen? Want als je nu een uitspraak doet die ze volgend jaar nog herinneren... Ja. Kijk, dan staat Ottersum op de kaart, hè? Ik hoop dat volgend jaar de burgemeester weer terugkomt. Ja, maar, en wat gooi je volgend jaar in de aanbieding? Kunnen we dat wel eens afspreken? De soep. Ottersum. Leven jullie nog? Ja! Het is wel een beetje mat hier, hè? En dan gaan we dat eens even lekker... een beetje leuk zien en doorgeven, maar... Wordt je al wat feestelijker? En dan gaan we nu een yell oefenen. Ottersum! Dat moet gewoon vanaf nu, de komende 2 uur, willen we dat zien, hè? Kijk, ze hebben het ook nodig. Ze hebben het nodig. Welkom in.
Dank u wel. Dank u wel. Het meest feestelijke dorp van de Vierdaagse. Welkom in Attersen. En door. Moet gaan lukken zo. Nou, volgens mij is het helemaal gelukt. 1, 2, 3. Ottersen! Werkelijk iedere hoek hier in Ottersen is gebruikt om het leuker te maken. Morgen hebben we een fotomuur die gaat over verkleden. Dus heb je nou hele leuke foto's over verkleden, stuur ze naar omroepgelderland.nl en dan kan je een hele lekker relax en verwend pakket winnen. Daar ben ik ook wel een beetje aan toe, denk ik. Brighter than the sun. You know, baby, I know you think we can make it all work out, but I gotta tell it like it is, and I don't wanna make this any harder than it needs to be, so don't cry. Lekker hoor, Ruud. Don't wanna see your tears. Moet hard hangen zijn, toch? Ah, fuck! Baby, it'll be okay. Don't wanna see you cry. Iedereen komt weer bij elkaar in Groesbeek, waar gevochten werd tijdens operatie Market Garden. Even voelen. Ik had ook een kilo of 10. Nou. Dat valt best mee hoor, als we pakken. Nou, je hebt snel je handen in je zak gestopt. Maar kijk, je hebt geen bandje. Nee, precies, een zwartloper, hè. Was je uitgenodigd of denk je dat het kruisje kan... Nee hoor, kan wel gestolen worden. Maar dan zijn die mensen allemaal juist zo ontzettend trots op. Waarom jij dan niet? Ja, nee, ik heb dat niet. Gewoon een keer meelopen, voor de rest niks. Gaat het goed? Ja hoor, nee, het gaat prima. Nou, geniet ervan. Ja, dankjewel. En het is goed dat je je zonnebril op hebt, want dan ziet niemand het. Je ziet er zo fleurig uit. Is dat dag 3 een fleurige dag? Ja, zo zou het wel noemen, ja. Ik ben blij dat ik er mee loop vandaag. Ja, was het een beetje penibel aan het worden? Nee, helemaal niet. De eerste dag ging kei super, heb ik heel goed gelopen. Kei super? Ja, hartstikke goed. Heel gezellig. Nee, maar kei super is wat anders dan hartstikke goed. Nou, wat heb je het liefste? Wat vind je het beste? Wat het beste erbij past. Was het nou kei super of hartstikke goed? Hartstikke goed dan. Want ik heb liever kei super. Nou, dan doen we kei super. Lonely, 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 I can't help it. I like the party, it's genetic. It's the luxury of buying. Wind me up and watch me go where she stops. Nobody knows a good excuse to be a bad influence. Hi. 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 Ze is van Japan. En ze verstaat geen woord Engels, dus ik kan niet vragen hoe het gaat eigenlijk. Maar zo te zien gaat het helemaal goed. Ze is één nationale Nippon commercial. En dus het enige wat we eigenlijk kunnen zeggen is... Yes? Yes. Yes. Hi. 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 Bye, bye. Bye, bye. Bye. Hoe goed gaat het? Ja, prima. Bij mij gaat het ook prima. Ja? Nou, dan zijn we het eens, hè? Ja, oké. Okay. Kunnen we verder ophouden met praten, gaan we weer lopen. Ja, zo is het. Wat een feest, hè? Je hoort, het is een enorm feest. We lopen Groesbeek uit. Daar doen we het wel. En dan gaan we richting... Zeven van die dingen, hè? Zeven. Ja. Ja. Je hebt wel een beetje last van de uitputting, maar je gaat er erin. Heerlijk. Groesbeek heeft iedereen weer opgepept. En we gaan het halen, hè? We kunnen er weer tegen. Ja, ja. Dan grijp elkaar weer. Ja, ja. En dan zie ik jullie bij de finish. Doe je best. Kijk omhoog, daar heb je ze. De zeven heuvelen van berg en dal.
Ik ben zo blij dat ik vandaag hier mag zijn. En dat ik dit allemaal mee mag maken met onder deze omstandigheden. Een mooi eindpunt om te zeggen van, hé, daar heb ik toch ook weer mooi mee mogen maken. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Ik ben Brittany, ik ben 11 jaar. Ik loop voor Kika. Ik doe dat voor mijn oom, omdat hij heeft kanker. En hij is ongeneeslijk ziek. Gaat hij snel dood, denk je? Nou, ik denk dat hij... ik denk niet dat hij dit jaar helemaal haalt. I once found a recipe for what to do to cure my needs. I pack some things just to what I need. Oom Kees is echt heel erg aardig. Spontaan, een lieve man. Echt, ja. Ik moest altijd 1 kilo aankomen als ik bij hem ging logeren. Ik hou echt heel erg veel van hem. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who tell it like it is? Who you gonna blame? En ik zet elke week een nieuw doel weg. Een van de doelen was vandaag mijn missie Vierdaagse. Dus ik blijf vechten. Want iedere week is er één. Ben je bang voor de dood? Nee, niet bang, maar ik wil nog niet. Het is nog te vroeg. Dit is voor Brittany een hele grote verrassing. Want we hebben het onder allerlei moeilijke omstandigheden toch geprobeerd geheim te houden. Dus zij weet helemaal nog van niks. Meisje, oh, meisje, oh, niet huilen, niet huilen, lachen. Lachen. Meisje, dat is goed. Dat is goed. Iedereen is hier voor jou. I got a pocket full of sunshine. Now I'm saving all my honey for a rainy day. Let's go to the front line. Ready to dance and rock and sway. Wat is hier gebeurd? Ik ben uitgeput van die heuvelen. Die hebben jou helemaal genekt de 7 keer, ja. De baalheuvelen. Ja, zeker weten. Wil je een arm van Harm? Ja. Kijk, dan voel je hem komen? Ik voel hem daar komen. Daar komt hij. En nou, ik heb je. Zo, hij is al een klein stukje. Waar kom je vandaan? Uit Nieuwkoop. Kan je me een klein beetje beschrijven hoe je je voelt? Kut. Nog iets langer? Met peren? Ja. En dan regent het ook nog. En voor sommige mensen die lekker lopen, is het extra lekker. En voor jou is het misschien extra moeilijk. Ja. Nou ja, ik ben blij dat ik bijna binnen ben. Want ik heb nou echt zere voeten. Ja. Want die zijn helemaal rood van het schuren van in de sokken. Dus dat is erg zwaar. En het lijkt wel alsof ze het erom doen nu. Ja. Met vlak voordat wij er zijn, trekken ze alle schuiven open. Ja, met pakken komen naar de hemel. Nou, maar we zijn door de... Zullen we door de finish lopen samen? Ja. Ja, dan komt hij aan. Ja. Gaan we het halen? Tuurlijk gaan we het halen. Kom maar op, dan gaan we. En rechtop lopen, hè? En rechtop lopen. We gaan trots door de finish. Ja. Ah, we gaan er trots doorheen. Kom maar op. Ah, oh,
Tot morgen, meid. Je gaat het halen. Dankjewel, hoi. Mijn moeder is in huis, hoor. Er is ze. Ja. Ben binnen, hoor. Ben binnen. 40 kilometer, ja, en helemaal heel. Die zonnebril heeft niet zoveel zin meer. Zal maar afzetten. Zo is beter, hè? Bent u droog gebleven? Nou, wat denk jij? Waar je voelen. Ja, heb je mijn onderbroek gezien? Die, kijk, zie je? Droog. Hij is droog, hoor. Nee, daar wil ik niet over praten. Er is nog één plek droog. Waar dan? Die mag hij niet voelen. Zoeken. Mijn zwager loopt nog en ik hoop dat hij kletsnat wordt. Hij viert de Vierdaagse, zegt hij altijd. En hij loopt altijd helemaal achteraan. Dus dan moet hij hier ook maar genoegen meenemen. Eigen schuld, dikke bult. Toppie toch? He? En af en toe doe ik dit zo. En dan zie ik iedereen weer helder. Ik ben veel rustiger. En dan nu het weer. Morgen wordt het maximaal 19 graden. Bewolkt, maar het blijft, geloof ik, droog. Het wordt een prachtige intocht. En die is hier. Oh, wat bleef je nou? Het heeft niet veel nut, maar het is goed bedoeld. Volgens mij is het gelukt. Volgens mij gaat na vandaag niemand Ottersum ooit nog vergeten. Ottersum is hot. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schuurmanschoenen.